Wij zijn Bouwerij Scon en onze titel is Het Land van Misverstand. Ons dorp is Babyloniëbroek en mensen misschien wel bekend de Babylonische spraakverwarring. Nou, dat is precies wat wij gaan proberen uit te beelden met onze wagen. Wij bouwen een dorp op palen met huisjes, met eigenlijk allemaal absurde dingen, allemaal gekke dingen. Ja, er valt heel veel te zien. Gekke en de monniken kwamen vroeger het christendom brengen naar het dorp. En zij gingen dus met hun liederen contact zoeken met het volk in het dorp. En het volk ging dingen terugroepen, maar dat sloeg kan nog wel. Dus ja, zo is eigenlijk de Babylonische spraakverwarring ontstaan. Wil, wat voor koepel zijn jullie aan het maken? Ja, dat is denk ik een abstracte vorm. Daar kan men van alles voor verzinnen. Het kan een stuk aarde zijn. En mensen die wonen in huisjes, maar die huisjes staan op palen. Dus dat is ook niet helemaal gewoon. En die vorm kan eigenlijk van alles zijn. En zijn er nog meer bijzonderheden aan het bouwwerk waarvan je zegt, het is toch wel heel apart wat we hier neerzetten? Nou, wij zijn nu nog bezig met het ruwe decor. En dat zal bestaan uit de wol inderdaad en huisjes. En dat is eigenlijk alleen maar het decor voor allerlei rariteiten die er dus zullen gebeuren. Dus kleine fragmentjes. Er komen ongeveer 19 huisjes in de wagen. En in elk van die huisjes zie je weer andere scènes. En die mensen doen allemaal net een beetje aparte dingen. Femke, girl power zien wij hier. Sowieso. Heel goed geoefend. Eerste keer dat je meedoet? Eerste keer, ja. Waarom heb je ervoor gekozen om mee te gaan doen? Nou, ik ga ieder jaar kijken en ik vind dat kei leuk. Dus ja, meedoen leek me nog wel leuker. Het is weer net iets anders. Ja, het is net anders. Dus ik ben benieuwd. Zin in. En lekker fanatiek elke dag hier op de bouwplaats? Sowieso. Nee, maar wel vaak. Bouwerij Skoonhoort is, wij gebruiken sowieso, hergebruiken onze materialen. Dus waar wij 2 jaar geleden de daffabriek van gemaakt hebben, dat wordt nu het geraamte van een huisje wat we aan het bouwen zijn enzovoorts. En wij bouwen altijd heel transparant, dus we hebben meestal een open wagen waar mensen doorheen kunnen kijken, niet te kolossaal. En we proberen techniek te laten zien en alles zelf te maken. Beste mensen, ik wil bij deze de Bouwerij Scheun van harte succes wensen bij het vormgeven van een hele mooi thema wat jullie uitgekozen hebben over Babyloniëbroek. Alleen de naam al is natuurlijk fantastisch. In de volksmond heet het hier gewoon Broek. En ja, Land van Misverstand is het thema. Jullie zijn in de geschiedenis gedoken, dat is wel heel mooi. Ik wil er graag nog maar toevoegen, voor jullie dat niet weten. We praten over meer dan 400 jaar geleden, voor de reformatie, was het onderdeel van de Abt van Sint-Truiden. En dat ging van Metz, door Frankrijk, tot aan Babyloniëbroek. En dat was het eindpunt. En je kon je voorstellen dat die Abt in Sint-Truiden niet allemaal wist hoe de pastoor het in Babyloniëbroek deed. Dus er was een schuinsmarcheerde van hier tot Gunder. En er was ook altijd een strijd met de bisschop van Utrecht. Dus heel veel historie, een mooi schakelpunt. Prachtig dorpje, lintbebouwing, boerderijen op Terpen, mooi gelegen. Heel veel succes, ik kom jullie graag bewonderen.